Zit je ook lekker vast? Ja. Oh, dat is ook dicht daar. Oh, damn. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Mindtopia video. Heb jij er vandaag zin in? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw abonneer? Welkom. Voor de mensen gaan zeggen, Duffy, waar is de roleplay? Nou, niet hier. We hebben vandaag gewoon lekker weer een Mindtopia video. Want het is niet altijd maar roleplay, roleplay en roleplay. We zijn vandaag mensen in de prison. Niet om wat er gisteren is gebeurd in de video. Nee, jammer nog niet. Ik weet nog steeds niet wie, wat, hoe en waar. Maar we zijn wel in de prison. En dit keer zijn we aan de goede kant van de prison. En ik kan ook alvast garanderen mensen. No worries, ik zal me gedragen. Maar je ziet overal taart, weet ik het allemaal. Overigens, fun fact, die kan je eten als je honger hebt. Wauw, als je honger hebt, kan je die eten. Maar ik werd op Twitter gespamd met Duffy, ga naar de gevangenis. Ik denk, waar moet ik naar de gevangenis toe? Nou, je zag het hier al, 1 jaar prison. Het blijkt dus dat de gevangenis 1 jaar bestaat. En het is hier, kinda is feest of wat dan kan. Ik heb voor de rest ook niet echt een idee hoe wat allemaal. Meld je bij de receptie voor de open dag. Oké. Sure thing. I guess. Ik sta allemaal meteen die guards. Hallo. Prison open dag. 1 keer is de prison open voor bezoekers. Dus je kan zo'n kijkje nemen. Regels. Luister altijd naar de guards en blijf op het gele pad. Ga niet uitloggen. Dit is een jail. Oké. Hallo. Mag ik naar binnen? Oh jee. Oké, mensen, daar gaan we dan. Ik moet denk ik gewoon met hem meelopen of zo, I guess. Ik heb geen idee. Oh, ik moet natuurlijk hier eerst doorheen. Nou, hij is groen. Haha. Want ik ben natuurlijk wel slim geweest om... Oh, ze hebben die dingen... Oh. Oh, ben ik überhaupt ooit beneden geweest hier in de prison? Wait, volgens mij... Ben ik hier ooit geweest? Ik weet het niet. Voor het trainingscentrum. Ik mag alleen op het gele blijven, de mensen. Ik mag niet... Oh, dat mag niet wat ik deed. Dat mag niet... Oh, dat deed hij het gewoon weer. Ik was... Oh, daar zit ook niemand. Oké, blijf nu wel gewoon op het gele. Holy shit, waar de hel zijn wij nou weer in godsnaam? Dit zijn plekken waar ik normaal nooit kwam. God dang it. FK trainingscentrum. Kantoren, celblokken. Wait a second, wacht, wat stond hier? Kantoren en celblokken. Ja, maar. Oké. Nee, ik loop maar gewoon braaf mee. Maar hij denkt, ik moet ook een plang opzetten. Dat ik ook een plang op heb. Kijk hem nou. Met zijn fucking 3D plang. Fucking Bart, joh, wat doe je nou? Wat doe je nou? Is dit niet toen waar ik toen ben ontsnapt met Dylan en Maki? Of is dat niet hier? Ik heb werkelijk wel geen idee. Het is in één keer met een gele loper en weet ik het allemaal. Dan weet je een rode loper kunnen maken, maar... Audi ISO niet betreden, celblok aan. Je mag gewoon vrij rondlopen. Oh, dacht moet bij jou blijven. Oké, maar ik mag dus vrij rondlopen... Maar ik mag dus alleen maar op het gele blijven. Oké. Nou, dan gaan we zelf op pad in de gevangenis. We kunnen eindelijk zelf in de gevangenis rond gaan lopen. Wat is dat daar? Mogen we hier... Oh, er lopen hier veel meer mensen, joh. Oh, fucking... Oh, wait a second. Oh, er zit ook echt gewoon... Zetpempe. Er zitten echt gewoon gevangenen hier binnen. Oh, wat staat daar? Sociaal omdat de prison 1 jaar bestaat en... Zijn er 3 enchanted prison kleuren. Gezien deze limited zijn tijdelijk te halen. Hierna komen weer nieuwe kleuren. Oké, dan. Nice. Natuurlijk zijn er nu wel weer van die dingen. Weet je, natuurlijk nu wel, kappa. Maar we mogen dus hier nu gewoon een rondleiding nemen. Hier zelf in de prison. Ik neem maar dat we hier ook gewoon langs mogen. Dit zijn plekken waar je normaal dus niet komt. Oh, we kunnen hier niet verder. Fuck, ik weet niet. Mag je überhaupt komen? Ik ben wel in de controle room. Celdeur 4 open alsjeblieft. Gaat open. Oh, dat mag ik niet doen. Maar dit is wel geniaal. Je mag ook nog daarboven rondlopen. Ik ben erg benieuwd waar ik allemaal kan komen natuurlijk. Wat ze open hebben. Want, voor de mensen. Ik heb natuurlijk hier binnen gezeten. En je keek altijd hier naar boven van, goh, wat zit er allemaal, weet ik het allemaal. En dat zijn eigenlijk dingen, dat krijg je eigenlijk nooit te zien. En waarom je dat nooit te zien krijgt, is op zich, er stond hier een guard, ik weet niet of ik hier binnen mocht zijn. Waarom je dat eigenlijk nooit te zien krijgt is, ja, dat is natuurlijk van de guards. Dus als prisoner hoor je daar ook niet te komen. Maar, oh, dat is ook daar weer dicht. Oh, het is vrij gelimiteerd volgens mij waar je kan komen. Of weet je dus, wat mag je hier ook weer naartoe? Hier mag je ook gewoon naartoe, joh. Oh. Wait a second, nu ben ik als gewone burger in de gevangenis. Ah,
Oh nee, ja, ik was natuurlijk al in een gevangenis. Maar je zou wat ik bedoel als in de zin van ik ben er gewoon op deze ring hier nu. What the hell? Oh, die hebben ze allemaal dichtgezet. Zo van, nope, nope. Ain't got no time. Wauw. Is wel geniaal. Eindelijk kan je gewoon eens een keertje gewoon normaal lopen en kijken en weet ik het allemaal. En waarom is dat leuk? Omdat als ik hier normaal zou zijn, hè, want ik ben hier natuurlijk wel eens een keer ish geweest met mijn pakje aan, dan was ik ontsnapt. En nu dat ik hier... Zo de tering. Nu dat ik hier loop, heb ik letterlijk nul risk dat ik hier loop. Oh, Wonky Spear zit vast. En wie is dat? Ellie zit ook nog steeds vast. Ellie. Olly Ali. Swagger komkommer. Hoe komen gewone burgers daar beneden? Oh nee, wat zijn geen gewone burgers? Oh, sorry, ik moet hier opstaan. Sorry. Oeh. Wordt iets van boven gegooid of zo? Maar daar zitten ook allemaal mensen. Oh. Kijk, we kunnen ook weer hier... Wacht, hier staat een... Wait a second. We krijgen hier de luchtplaats. Oh, noise. Nice, zoals dat mogen we hier zien, joh. Are you kidding me? Deze plek hier ben ik echt nog nooit geweest. Wist je dat dit bestond? Wauw. Lol. Dit hebben we exclusive. Voor de mensen als deze video online komt. Ik weet niet of je dan ook nog hier overal kan komen. Weet ik het allemaal. Ik weet natuurlijk niet. Misschien is het wel een hele feestweek of een feestdag. Of hey, dat weet ik zo allemaal niet. Dus mocht je zelf naar de prison gaan. Zoals hebben van. Wait a second. Duf. Waarom kan ik hier niet lopen? Of dit of dat. Ik heb geen idee. Ik heb eigenlijk maar geen idee waarom jij dat niet kan. Maar. Mogen we hier niet in? Anders zou die hekjes wel dicht. Oh, we kunnen wel zitten hier. Zo. Even lekker zitten zo. Met mijn collega. Gewoon even hier lekker zitten met mijn collega's. We gaan hier weg. Ik word gek van al die mensen. Even kijken, kunnen we ook nog ergens verder naar beneden of wat nu ook allemaal? Of is dit? We hebben dus deze ring nu gehad. We kunnen een rondje daar lopen. We kunnen hier een trap op. We kunnen hier boven rondlopen. Maar hebben we niet iets van, I don't know, de warden kantoor waar we naartoe kunnen of zo? Ja, ik bedoel, ik wil natuurlijk voor het uiterste gaan. Natuurlijk in de gevangenis. Ik wil eigenlijk gewoon dingen proberen wat ze eigenlijk helemaal niet kan. Wat zeggen, dit gaat naar... Dit is naar cellen binnenplaats. Oh, hier kunnen we niet naartoe. Maar nou, kunnen we hier wel naartoe dan? Maar daar mogen we niet doorheen. Hè, waar kwam ik nou vandaan? Oké, dit is confusing. Dit is confusing. We lopen in de gevangenis en ik weet de weg niet. Wait a second. Dit is naar de cellen. Hè? Lopen ze me nou op te sluiten hier of lopen ze me nou te trollen? Oh, wacht, hier gaat iemand doorheen. Wait a second. Ah, kijk aan. En dan... Dit is open, oké, top. Maar wat kunnen we hier? Wat is hier voor de rest? Nog een controle room. Oh, dit is het luxe gebeuren. Ah, kijk aan. Hier heb je de isoleercellen. Ja. En heb je hier de luxere cellen. En die hebben ze dus helemaal daarboven afgesloten, zodat je die niet daar kan... Oh, oké. Okay. Dat is natuurlijk op zich wel een risico, hè. Ze hebben dus nu de prison open voor bezoekers, om zo maar te zeggen. Iedereen kan hier gewoon rondlopen, kijken, weet ik het allemaal. En tegelijkertijd, zoals je ook in de tab kan zien, zijn er ook gewoon daadwerkelijk echt prisoners online. Die gewoon echt daadwerkelijk vastzitten. Wat is dit dan? Je hebt hier een of andere rare kluisopslag met allemaal... Wat staat daar? Misschien kan je het vanaf hier lezen? Ah, nee, net niet. Oké, we moeten vanaf hier proberen te lezen. Items van... Prisoner... Laten... Ah, dit is moeilijk te lezen. Iemand weet wat hier staat, mensen? Laat het in de reacties achter. Want er staat in ieder geval iets van items van prisoner... Laten en dan, ja, oh, sla je me dood, ik heb geen idee. Oh, wacht, misschien dat we zo beter kunnen laten lezen. Items van prisoner laten liggen, geven bij vrijlating. Oh, of iets van teruggeven bij vrijlating. Oh, voor mij staat er iets van items van prisoners teruggeven bij vrijlating. In de zin van, hier worden de spullen opgeslagen. Aha, ik wist helemaal niet dat het hier was, joh. Maar goed, we hebben dat in ieder geval ook weer. En dan kunnen wij, want we hebben van mij de alles gehad, dan kunnen we dus via hier weer naar beneden toe en dan... Ga je dus weer naar de... Ja, dan zijn we nou weer hier. Maar waar de hel moet ik nou heen dan? Celblok A... Maar hier kwam ik van... Huh? Oh god, help iemand. Ik zit vast in de gevangenis in de zin van... Hè? Waar de hel kom ik dan... Ik begrijp het niet. Waar de hel is de uitgang? Ik begrijp het. Wacht, ik moet deze kant op volgens mij. Dit is way too spooky for me. Ik snap heel de gevangenis niet, joh. Waar ik in en uit en links en rechts en... Ik kwam net van uit bij B en nu ben ik weer bij A. En dan ben ik bij het luxe gedeelte, ben je weer niet bij het luxe gedeelte. Laat me eruit. Het zou toch makkelijker zijn als ze een soort van guard hebben die gewoon je een tour geeft. Hoewel, ze zijn natuurlijk met al die mensen in de gaten aan het houden. Dus ik snap ook wel dat het helemaal niet kan. Maar
Ik mag vrij rondlopen, werd gezegd. Zolang ik maar op het gele gebeuren blijf. Nou, doe ik braaf. Ik hou me er braaf aan. Maar, jemig. Even kijken wat hier staat. Terug naar de receptie. Ja. Oh, dan moet ik deze hebben waarschijnlijk. Oh ja. Ja. Hallo? Oké. Dit is ook ongemakkelijk. Hallo? Ik wil eruit, maar ik kan er niet uit. Oh nee, help. En ik mocht niet uitloggen. Oh nee. Zit je ook lekker vast? Ja. Oh, dat is ook dicht daar. Oh damn. Waar zijn ze heen? Oh nee, dit is niet goed. We zitten echt... De cars luisteren niet. Maar weet je zeker, daar zit ik echt vast. Oh, maar dat daar zit... Oh nee. Nee. Help. What? Are you kidding me, guards? Kom op, laat me eruit, alsjeblieft. Iemand? Oh god. Nou ja, we zullen zien, mensen, of ik hieruit kom. Ik hoop van wel, maar de guards luisteren niet de fiets. Ik weet het niet. Allemaal mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het. Ik kan maar even lekker de duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot morgen.